Ja, en tot zover ook ons verslag vanaf die bonkenvaart. We gaan nu weer terug naar Hilversum voor het overige nieuws. Goedenavond. Als het moet gaat de oppositie in Servië nog het hele jaar door met demonstreren tegen president Milosevic. Ondanks steeds sterker wordende druk uit binnen- en buitenland blijft deze halsstarrig weigeren de verkiezingswinst van de oppositie volledig te erkennen. Gisteren gaf de regering haar verlies maar ten dele toe. Maar dat is voor de oppositie absoluut onvoldoende. Vanmiddag begon ze dan ook 60.000 man sterk aan de 48e dag van protest. De Zajedno-coalitie overweegt ook de Servische presidentsverkiezingen van eind dit jaar te boycotten en haar afgevaardigden uit het parlement terug te trekken. Onafhankelijke kranten in Belgrado melden dat de burgemeester van de hoofdstad heeft besloten af te treden uit protest tegen de opstelling van president Milosevic. De Duitse bondskanselier Helmut Kohl is op bezoek bij de Russische president Boris Yeltsin. Het belangrijkste agendapunt is praten over de beslissing van de NAVO om in de nabije toekomst ook Oost-Europese landen toe te laten. Moskou heeft ernstige bezwaren tegen deze uitbreiding van de NAVO. Kohl is de eerste westerse leider die de 65-jarige Yeltsin bezoekt na zijn zware hartoperatie in november. Forse kritiek van de Palestijnse president Yasser Arafat op Israël. Hij vindt dat Israël een akkoord over Hebron vertraagt. Vanmiddag sprak Arafat 2 uur met de Amerikaanse bemiddelaar Ross. Die is tevreden over het verloop van de onderhandelingen over de terugtrekking van Israëlische troepen uit Hebron. Maar Arafat ontkent dat en wil pas een akkoord ondertekenen als ze Israël ook een tijdschema geeft voor verdere terugtrekking van zijn troepen van de Westoever. Een 51-jarige Canadese vrouw die aan AIDS leidt, heeft de hoofdprijs van de Canadese loterij gewonnen. Een bedrag van bijna 13 miljoen gulden. Ze gaat voor het geld medicijnen kopen tegen haar ziekte. Ook wil ze familie en vrienden laten delen in de prijs en een anti-AIDS-fonds oprichten. Ze kocht het winnende lot bij de groenteboer nadat ze haar bus naar de bingo had gemist. Na de sneeuw wordt Frankrijk nu overvallen door de ijzel. Bij Grenoble vielen bij een frontale botsing door de gladheid 3 doden. Een 99-jarige vrouw overleed doordat ze weigerde haar onverwarmde huis te verlaten. De Ronde Vallei is inmiddels weer begaanbaar, maar de A10 tussen Bordeaux en Poitiers werd volledig afgesloten. Opnieuw moesten duizenden automobilisten de nacht doorbrengen in noodonderkomens. Ook in Oostenrijk grote problemen. De ijzel daar veroorzaakte honderden aanrijdingen. Zoals hier bij de Tauerntunnel bij Salzburg, waar 70 wagens betrokken raakten bij een ernstig ongeluk. 15 mensen raakten gewond. En het weer, hier is Monique Somers. Hier in Friesland is het inmiddels kraak en kraak helder geworden. En dat betekent dat die temperatuur weer flink onderuit gaat. Zo rond middernacht, als de laatste schaatsers hier binnen gaan komen, dan is het weer 9 graden onder nul. En dan waait het hier nog wel steeds flink. Op het laatste stuk van de route, tussen Dokkum en hier in Leeuwarden, staat er dan nog steeds wel een windkracht 4 tot 5. Maar voor de laatste volharders, op de rest van de route, neemt de wind wel flink in kracht af. Uiteindelijk tot een windkracht 3. Dat is toch wel gunstig natuurlijk. Ik wens je veel sterkte. Dit was het 6 uur journaal. De volgende uitzending is om 8 uur op Nederland 1. Nu weer 2 vandaag en daarna op deze zender nog veel meer Elfstedentocht. En 2 vandaag gaat verder met nieuwe kreet Henk Angenent, excellent. De schaatser, het rajonhoofd en de sfeer. En veel toerrijders rijden nog steeds. En 2 vandaag uitgebreid aandacht voor de gebeurtenissen rond de Elfstedentocht op de Bonken, want zo heet hij eigenlijk, staat Ferdinand Fransen. Ferdinand, heb jij daar al schaatsers met bevroren baarden gezien of gaat alles nog heel soepel? Het gaat niet soepel en de bevroren baarden heb ik ook niet gezien. En dat komt omdat het een redelijk droge lucht is. Dus dan bevriest die baard niet zo heel erg snel. Heel veel rijders die moeizaam over de finish komen. En triomf en tragiek liggen heel dicht bij elkaar. En winst en verlies ook, daar kan Erik Hulsebos over meepraten. Dat triomf en tragiek heel dicht bij elkaar ligt, zal ook blijken uit de nu volgende reportage van mijn collega's Marije Mansveld en Caroline van den Heuvel. Caroline die bevindt zich op dit moment elders in de stad Leeuwarden. Om precies te zijn bij de Harmonie in Leeuwarden. Caroline, waarom sta je daar? Ik sta hier bij de Harmonie omdat hier in 1909 de eerste Friese Elfstedentocht van start is gegaan.
En de stemming hier in Leeuwarden is opperbest. En dat geldt eigenlijk voor heel Friesland. Er is een waar volksfeest hier uitgebroken. Iedereen die wij hebben gesproken is vannacht of helemaal niet naar bed gegaan, of ze zijn om 5 uur opgestaan om de start op de televisie te kunnen zien en daarna zo snel mogelijk naar het ijs te gaan om alle rijders aan te moedigen. En we hebben dan ook een hoop nieuwe uitdrukkingen geleerd. We kenden natuurlijk al de tocht der tochten, maar daar is nu bijgekomen de dag der dagen, de hel van het noorden, de monsters van de top van de kopgroep en vechtijs. Vooral na zo'n 100 kilometer in Bolsward kregen een hoop rijders een inzinking. De toerrijders mogen tot vannacht 12 uur binnenkomen, dus het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er nu zijn binnengekomen en hoeveel mensen er zijn afgevallen. Wel is duidelijk dat er nog honderden mensen op het ijs staan. En dat is in dit weer met deze kou, die wind en die pikdonkerheid, dat pikdonker is natuurlijk niet te benijden. Wij waren gisteravond op het ijs en vandaag en we hebben heel even mogen ruiken aan de triomfen en de pijn van de 15e Friese Elfstedentocht. We staan nu vrijdag 7 uur bij het beruchte Wak in Sneek. Hoe ziet het eruit nu, het ijs? Nou, het ziet er stukken beter uit dan gisteren. Ik ben erg enthousiast en ik ben verbaasd dat het zo goed is aangeslagen. We zijn heel erg gelukkig met deze transplantatie. Hoe dik is het nou? De schotsen waren 10 tot 11 centimeter en toen ik hier vanochtend kwam zat er ongeveer 4 centimeter tussen. En ik schat dat er nu 6 tot 7 centimeter tussen zit. En ik verwacht dat er morgen vroeg hier en daar wel 8 zal zitten. Vrijdagavond. De voorbereidingen voor de Elfstedentocht zijn nog in volle gang. Maar niet iedereen maakt zich op voor de tocht der tochten. Weet je wat je moet doen? Je moet gewoon heel rustig beginnen. Je moet je eigen race rijden. Heel ontspannen en je eigen race rijden, dan red je het rust wel. Als je maar doorzettingsvermogen hebt, nooit stoppen, nooit opgeven. En rustig doorgaan, dan kom je er vanzelf. Is het een eer om de tocht te rijden? Ja, absoluut. Ze zeggen het ook, het is de tocht der tochten. Nou, dat is gewoon zo. Wij hebben ook in Noord-Holland een tocht van 200 kilometer, de Noord-Holland-tocht. Maar die hele entourage is heel anders. En ondertussen wordt rond middernacht in het kleinste Elfstedenstadje Sloten nog volop gefeest. Morgen? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat er, nou, als de helft aankomt, valt het mij mee. Absoluut hoor. Ja, de mensen zijn beter getraind, maar ja, het is nog te kort winter geweest om goede... Ja, je hebt geen training gehad. Toen ik hem reden waren, een Noord-Zuidwesthoektocht, 16 dorpentocht, 11 merentocht, dat waren tochten genoeg. Voor de tijd nog. Dus dan werd je een beetje trainde je. Maar wat hebben ze nou getraind in 14 dagen? Vanochtend, 5 uur, Sneek. De brug gaat open, het ijs wordt geveegd en het wak wordt voor de laatste maal gecheckt. Heb je een megafoon? Nee. Heb je een megafoon? Ja. Hoe dik is het ijs hier? Ik zit hier op 7,5 centimeter tussen de schotsen in. Nou, dat valt niet tegen. Die schotsen zijn... 11 centimeter, dat valt niet heen. Dat is gunstig. Ik verwacht dat de wedstrijd hier zonder meer overheen kan. Over hoeveel minuten verwachten de eerste rijders hier? Nou, de start is 5:30. Nee, ja, 5:30. Dus dat met deze wind 20 minuten, 25 minuten. Ja, gaat heel snel denk ik. Ja.
was voor u vanochtend het mooiste moment? A, het opstaan. B, de eerste start, gezien op televisie. Toen snel hier naartoe gekomen en toen de eerste mensen hier zien komen, dat was iets gigantisch. Het was geweldig. Oh ja? Nee, bijzonder. Het is eenmalig iets zo. Dat moet je een keer meegemaakt hebben, dat was een verrukkelijke belevenis. Dit is al jammer. Er zijn nog niet veel trouwen bij. Nee. Het is allemaal... Op je hoort, ridder! Vroeger was dat lang die opheffen niet over, hoor. Nee, je bent ook mijn broer die woonde bij Leeuwarden, die haalde even een startkaart voor hem. En daar reed je. En punt uit. En nou ja, doe maar. Maar wat doet u dit nou? U bent een kwart van de weg en die zit al helemaal stuk. Ja, nee, maar dat geeft niks. Ik bedoel, thuisblijven is veel erger. Ik bedoel, dit is een drang, dus hey, moet ik een keer meedoen. En misschien moeten we wel weer 20 jaar wachten. Hè? Of 11 jaar. Ja, prima. Goed. Ja? Ja. Dat waait me geit, hè? Maar tot staderen was het heel makkelijk. En toen begon de harde wind. Dus als jullie hem nu de andere kant uit kunnen blazen, dan zijn we heel dankbaar. Nou, dit wordt de vierde keer. Dus we hopen het te halen. Ja? Veel succes. Ja. Daar. Ja. Daar. Dat is de eerste keer, want ja, die elf stedentocht is te vroeg gekomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niet genoeg getraind, hè? Oké, okay. Dat is normaal, hè? Dat is maar fijn. Wij hebben toch nog 100 kilometer. Dan ga ik even bellen naar huis en dan halen we hem erop. Wat is er gebeurd? Sleutelbeen gebroken. En die gaat doorschaatsen. Ja, dankjewel. Van de tijd hoor, in het begin ging het bij, het is uit de frikse kant. Het is een stuivende plankje. Ik ben om 20 over 6 getrokken, 7 uur op het ijs. En nou zit het eronder toch, de helft hè. 50% zit erop. Laat hem uitrijden. Ik doe mijn best. Ik probeer, ik ga verder jongens. Ja? Succes. Dag. En van vandaag, 1997, even terug naar 1986, tegen middernacht op de Bonkervaart. Voor de onverbiddelijke klok van 12 uur is huisarts Van Dijk de laatste schaatser die nog het Elfstedenkruisje voor zijn prestatie ontvangt. 11 jaar later, de man met de rode lantaarn in Hilversum. Meneer Van Dijk, als u dat ziet, hoe kijkt u daar terug, die beelden van toen? Skibril voor de ogen. 12 uur 's nachts. Ik was wel moe en helemaal versteend door de kou, als ik het zo weer terugzie. Maar het was een afsluiting van de mooiste dag van mijn leven. U was er net op tijd, hè? Wist u dat? Ik zag het aankomen. Ja, er hing een helikopter boven me om 12 uur 's nachts. En ik dacht, nou, dit is zo vreemd. Het moet wel een van de laatste zijn. Wat deed u toen? Een sprintje? Nou, dat was ik al 20 kilometer aan het doen, dat sprintje. Het gekke was, ik was in Dokkum en daar hoorde ik dat het nog maar 10 kilometer was. En ik vroeg steeds aan mensen aan de kant van hoe ver is het nog? En vervolgens hoorde ik, nou het is nog 15 kilometer. En een stukje verderop hoorde ik, het is nog 20 kilometer. Dus ik dacht, nou dit wordt krap. Maar u hield de moed erin? Ja. Mede dankzij de mensen langs de kant. Ja. En toen gelijk die enorme mediabelangstelling zie ik, want u werd gelijk omringd door mensen. Ja. Ja. Het was enorm veel belangstelling. Een taart erbij? Ja. Het vervelende was wel dat ik tegen een aantal mensen gezegd had dat ik Werner van Dijk heette. En ik reed grijs. Ik reed op de kaart van een ander. Op A van de Meer uit Drachten. En ik was bang dat ik mijn kruisje niet zou krijgen. Maar gelukkig kreeg ik hem toch wel. Ja, en u heeft niet alleen dat kruisje gekregen. U heeft ook die lamp die naast u staat gekregen. De rode lamp. De rode lantaarn. Ja. De rode lantaarn. Dat is de trofee voor de laatste binnenkomer. Is ingesteld in 1963 door Jaap Nienhuis. Die heeft als in 1963 als laatste is hij geëindigd. En dat was natuurlijk een enorme prestatie.